En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zekerheid. Yes! Hallo, ik ben Marielle van Alphen. Ik ben 44 jaar, getrouwd, moeder van 3 kinderen. En ik ben er trots op om voor de eerste keer lijsttrekker te zijn van de mooie partij Balans. Welkom bij het programma Kies, met vandaag mevrouw van Alphen. Nou, welkom mevrouw van Alphen. Heel fijn dat u hier bent. Ja, wij vonden het belangrijk om de mens achter de lijsttrekker wat beter te leren kennen. En vandaar dat we ook gevraagd hebben aan u of u ons een persoonlijk filmpje zou kunnen toesturen. En dat mag het over alles gaan, behalve over de politiek. Ja. En daar heeft u gehoor aan gegeven, dat heeft u toegestuurd. En dat ik wil voorstellen om er eventjes samen naar te kijken. Hi, ik ben Marielle van Alphen. Ik ben lijsttrekker namens Balans. Opgegroeid in Liemt en alweer een geruime tijd woonachtig in het buitengebied van Bokstal. Ik woon hier met mijn man Frans, onze 3 kinderen en wij runnen een melkveehouderij. Ik ben positief, eerlijk, maatschappelijk betrokken en ik ben een levensgenieter. Nou, u woont daar mooi. En u houdt ook van beeldhouden volgens mij. Van beeldhouden? Van beeldhouden. Hoe komt u daar zo bij? Nou ja, ik zie allemaal buxussen in allerlei hele bijzondere vormen. Ja. Nog geen beeldhouden thuis. Maar, maar we hebben wel erg veel zorg voor de tuin. Ja, 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 ik zag achter zo'n boom in allerlei aparte vormen. Ik denk, nou, daar houdt u wel van. Ja, nu begrijp ik de vraag. Ja, ja. Maar ja, overdag dan bent u actief voor... want u heeft samen met uw man Frans een melkveebedrijf op Luissel. Ja. En betekent dat u dan ook kunnen aantreffen in overal en met laarzen? Ja, dat zou zo. Ja? Ja, dat zou kunnen, maar ik ben part-time boerin, zoals wij dat zelf noemen. Oh. Frans is degene die de melkveehouderij runt en ik ben vooral op kantoor te vinden. Ja. Om hem te ondersteunen, waar nodig. Ja, ja. Dus nooit in de overal? Jawel, maar dat is echt alleen zo incidenteel, omdat we dat zelf leuk vinden. Ja, 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 ja. En hoe is het zo? Ja, kom nog wel eens een keertje buiten dan, denk ik, tussen de dieren. Hoe is dat voor u om zo tussen de dieren te lopen? Ja, fantastisch. Ja? Ja. En het zijn niet alleen de koeien, we hebben ook wel andere dieren nog. Ik hou ervan. Ja, nou. En ik had ook gehoord dat u een paar jaar geleden heeft meegedaan met Dancing with the Stars. Ja, dat klopt inderdaad. En daar heeft u ook nog een verdienstelijke eerste prijs behaald. Ja, ja. In 2015 Engels was, alweer. Toch? Nee, de Roomba. Oh, de Roomba. Ja. Dat is onze informatie niet helemaal juist. Dat is niet Engels. De Roomba. Nee. Heeft u daar nog leuke herinneringen aan? Ja, absoluut. We hebben onlangs het jubileumjaar gevierd. En alle deelnemers die eerste geworden zijn in de afgelopen jaren, die mochten daar hun act in het kort nog eventjes presenteren. En Het is vooral leuk ook voor dancers, vind ik. Want het is echt een verdienste en een leuke happening voor Bokstal. Ja, nou, absoluut. Ja. Dan gaan we een klein stapje maken naar de politiek. Ja. Daar zijn we hier ook voor. Daar zijn we voor. Mijn eerste vraag aan u is eigenlijk, waarom heeft u gekozen voor de partij Balans? Voor de partij Balans? Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Het is een positieve partij. Een partij die altijd duidelijke taal spreekt. Ik weet niet of ik al over mijn slogan kan praten, maar daarin heb je de 3 kernbegrippen. Wat u aanspreekt. Ja, dus dan kan ik het ook heel makkelijk uitleggen. Ja. Onze slogan is duidelijk, daadkrachtig en toekomstgericht. Mm-hmm. We houden van duidelijke taal, we weten waar we het over hebben. Dat is van meet af aan zo geweest bij Balans. Dat is voor mij erg belangrijk. Daadkrachtig, ja, wij zijn een partij die erom bekend staat om de handen uit de mouwen te steken. En alleen aan plannen en visies heb je niet zoveel. Je moet ook voor de uitvoering zorgen. Ja. Dus de zaken aanpakken, daar hou ik van. En toekomstgericht, je kijkt in politieke zaken, kijk je naar de korte termijn. Maar zeker ook het effect op lange termijn is heel erg belangrijk. En dat wordt wel eens vergeten. En dat totaalbeeld is natuurlijk erg belangrijk. Daar staat Balans ook voor. Ja, heb je daar een voorbeeld van, dat het wel eens vergeten wordt, die lange termijn dan? Daar heb ik meerdere voorbeelden van. Ik denk het belangrijkste voorbeeld, de verkeersinfra in Bokstal. Hmm. Het is toch belangrijk dat je heel ver vooruit kijkt om te kijken wat de consequenties zullen zijn, hè, op het moment dat je dingen gaat veranderen. Ja. En daarbij komt ook de integraliteit nog kijken. Dat je naar het totaalbeeld kijkt. Ja.
Ja, een hele andere vraag. Als u één persoon zou mogen noemen in de politiek die u bewondert, wie zou dat dan zijn? En dan mag dat ook vanuit het verleden zijn? Of, mag ook vanuit het verleden, okay. Mag u zelf bepalen. Mijn interesse is eigenlijk gewekt door iemand vanuit de lokale politiek. Gaat dus echt wel een tijdje terug alweer. En dat is Rieke van der Akker geweest. Ja, en dat is niet per se omdat zij een vrouw is. Maar onbewust denk ik dat vrouwen dan toch ook de vrouwen een beetje in de gaten houden. Ja, haar ideeën en haar manier van denken. Gezond boerenverstand gebruiken, daar hou ik wel van. Ja. Ja. Is heel anders. Balans is sterk voor de autotunnel. Dat waren ze bij de vorige verkiezingen ook al. Ja, klopt. Alleen mijn vraag aan u is, hoe denkt u dat te gaan bekostigen? Hoe denkt u dat gaan bekostigen? Nou ja, als je kijkt naar het totaalpakket van destijds, dan praten we over een bedrag van, dan moet ik het even zo doen, hè, want het gaat alweer een aantal jaren terug, 39 miljoen. En een versie met een autotunnel waar Balans zich hard voor maakt, scheelt 8 miljoen op het totaal bedrag. Mm-hmm. Dan is 8 miljoen veel geld, dat besef ik me al te goed. Maar als je het uitsmeert over de 50 jaar verder, hè, de tijd waar je er dadelijk plezier van gaat hebben, mm-hmm. Ja, dan is dat natuurlijk peanuts. Dan hebben we het over anderhalve ton of zo op jaarbasis. En dat zijn de gebruikelijke afschrijvingen. Dan... Ja. Dan vind ik het ontzettend jammer om voor een fietstunnel te gaan. Ja. Met allerlei redenen hoor. Ja, ja, we hebben hier ook wat andere partijen al gehad. De VVD is ook voor een autotunnel. En D66 geeft aan dat zij de aanleg van een fietstunnel zelf te kostbaar vinden. Ja. Zou het mogelijk zijn om een coalitie te smeden? Ja, wie weet. Voor ons is het hoofdthema de autotunnel in ieder geval. En dat weten de andere partijen ook. En daarin maken we wel onderscheid inderdaad ten opzichte van de overigen. Ja. Is dat dan echt een breekpunt op het moment dat jullie staan? Weet je wat het is? De politiek draait in de basis om sociale veiligheid en om woongenot voor iedereen, hè, in de hele gemeenschap. Mm-hmm. En een goede infrastructuur ligt daaraan ten grondslag. En als je ziet wat een fietstunnel... Kijk, je gaat verkeerschaos organiseren op deze manier. Die mm-hmm. is er eigenlijk al behoorlijk. Als we het hebben over filevorming op de Noord-Zuidas. En de verkeerscirculatie op de Rotonde Bosuin bijvoorbeeld. Die neemt eigenlijk ook aanzienlijk toe. Niet heel onbelangrijk de aanrijdtijden van de hulpdiensten. Ja, dat zegt u, hè? Maar ja. In het programma van D66 staat dat zij daar een oplossing voor hebben bedacht. Ja, we zijn een oplossing voor. Ja, daar hebben ze een oplossing voor bedacht. Dus een soort van fietstunnel, maar die dan wel genoeg geschikt is voor hulpdiensten. Ja, nou ja, dat is ook wel het idee hoor, op dit moment. Maar ik zie het niet helemaal voor me. Als iedere seconde telt, om daar dan een hulpdienst... Wat moet dat anders worden dan? Ik ga dan toch weer spreken over die autotunnel. De autotunnel, ja. Duidelijk. Kijk, je kunt je als ambulance niet veroorloven om in een file terecht te komen. Ja. Nee. Iets anders wat, zou ik maar zeggen, bijna vers van de pers. Ik las in de krant dat jullie een motie hebben ingediend met betrekking tot de huizenbouw in Lient. Ja. En ik dacht bij mezelf, eerlijk gezegd, is dat niet gewoon een hele slimme verkiezingsstunt? Kan ik me voorstellen dat u daar zo tegenaan kijkt. Maar wij hameren hier al op, zolang als dat ik lid ben van Partij Balans. Mm-hmm. En als je kijkt naar de afgelopen bestuursperiode, ja, dan is er eigenlijk vanaf het moment dat het besluit er ligt voor de woningbouw in Liemde, waar de provincie dus groen licht voor heeft gegeven, mm-hmm. voor die plekjes op de Rodeweg, Amstraat, dus Maldersstraat hebben we het over. Ja. Daar is niks meer gebeurd en dat vinden wij enorm jammer. Ja. En de wethouder is afgelopen december voor het eerst met de provincie gaan praten. Ja. Ja, gemiste kans wat ons betreft. Ja, maar u zegt ja, we hebben het wel eens vaker aangezeten, maar nu... Komt u met een motie? En u zegt al van ja, ze zijn al heel lang daarmee bezig. Want het is vanaf 2012 dat de provincie eigenlijk groen licht heeft gegeven. Klopt, ja. Maar waarom komt u dan nu met die motie? Wij hebben al eerder... Moties ingediend? En in ieder geval aandacht gevraagd bij het vragen half uurtje. Of tijdens de raadsvergadering als het onderwerp aan bod kwam. Dus dat is een onderwerp komt steeds terug. Want woningbouw is cruciaal voor de kleine kernen helemaal. Ja, ik snap het. Maar in hoeverre is dit een echt haalbare motie? Want u zegt eigenlijk van, we vinden dat de burgemeester, die moet in actie komen. De burgemeester die staat boven de partijen. Ja, de burgemeester staat boven de partijen. In hoeverre is het dan maar hij heeft ook zijn eigen portefeuilles, hè, binnen Bokstel. Ja. Lens Heuvelien uiteraard.
En nou ja, nee, dit is een serieuze motie, dus wij hopen zeker dat hij daar gehoor aan gaat geven. Ja, absoluut. We hebben ook nog een vraag voor u. En die komt niet van mezelf, maar die komt van een van de partijen. Collega's, zal ik maar zeggen. Ja. In dit geval is dat Inbox. Ja. En de vraag die zij hebben gesteld voor u. Wat verstaan jullie als oppositiepartij nou eigenlijk onder een positieve grondhouding? Een positieve grondhouding. Nou, in ieder geval, bij ieder initiatief dat er komt, om mee te gaan denken. Dat prediken we ook in Bokstel, hè? Meewerkend, meedenkend Bokstel. En dus niet bij voorbaat al zeggen van nee, daar kunnen we niet aan beginnen, want. Voor ons is het ja mits. Dat is een positieve grondhouding. Daar staan we voor. Nou, ja. Goed. Dan hebt u het antwoord gegeven. Ja. He? Dus dat geven we dan bij deze door. Hadden ze mij ook wel gewoon zo mogen vragen. Nou ja, wij hebben gevraagd om. Dus dat dan ligt helemaal op ons komt. Leuk initiatief. Ja. Ja. We gaan naar een ander onderdeeltje. En dat noemen wij het kiesmoment. En wat houdt het in? Nou, ik leg u enkele vragen voor. En op die vragen, daar mag u alleen met ja of nee op antwoorden. Alleen ja of nee? Alleen ja of nee. Maar er is één escape of ruimte voor u eigenlijk. Die zegt, ja, vind ik toch wel heel erg lastig. Ja, nee, ik wil er heel graag iets op zeggen. Nou, u mag er één uitzoeken waarvan u op het einde zegt, ja, daar wil ik toch heel graag nog eventjes een punt maken of een toelichting geven. En dan is daar is gelegenheid voor. Ja. Is dat duidelijk? Ja hoor. Nou, dan gaan we het zo doen. De eerste vraag. Moet Bokstel voor belangrijke vraagstukken een gemeentelijk referendum invoeren? Is het prima dat er steeds meer verantwoordelijkheid verlegd wordt van de landelijke en regionale overheid naar de gemeentes? Ja. Moet de burgemeester de sleutel van Bokstel na carnaval terugeisen? Ja. Moet een wethouder die betrapt wordt op leugens ontslagen worden? Ja. Is Luissel verreweg de fijnste leefomgeving in de gemeente? Nee. Nou, dat waren de vragen. Welke van deze vragen zou u heel graag nog iets willen toevoegen? Of een uitleg willen geven? Ja, er zijn er meerdere natuurlijk. U mag er maar eentje uitzoeken. Nou, dan pak ik de laatste. Is Luissel de mooiste plek in deze gemeente? Even een algemene vraag. Ik denk dat dat het wel passend is hier. Luissel is een prachtige straat en omgeving. En daar ben ik ook erg trots op om daar te wonen. Maar Bokstel, Liemde, Lennersheuvel biedt zoveel fijne, mooie plekjes. En ik gun ook echt een fijne leefomgeving aan al onze burgers. Want daar staat of valt uiteindelijk alles mee. Dat iedereen mee kan doen, iedereen zich veilig voelt en fijn voelt in zijn eigen omgeving. Ja, nou, dank u wel. Dit was het laatste stukje, maar er komt toch één kleine mogelijkheid eigenlijk om eventueel nog één van die stellingen die ik u heb voorgelegd, van die vragen, om daar een toelichting op te geven. Maar dat is uw keus. U krijgt namelijk zo meteen nog een halve minuut de tijd om te zeggen wat u wilt. Dus ik proef het dan een beetje uit uw vraag, want misschien wilde wel iets over die stelling zeggen. Dus dat is een mogelijkheid, maar u mag ook nog iets over uw partijprogramma zeggen. Het is helemaal aan u. Okay. Dus ik wil u hartelijk danken. Ik wil ook de kijkers bedanken voor het kijken naar dit programma. En ik wil ook vooral aangeven, ga ook vooral stemmen. En dan zou ik willen zeggen nu, de camera is voor u. Ja, beste kijkers, ik wil u graag oproepen om te gaan stemmen op 21 maart. En als u kiest voor balans, dan kiest u voor een duidelijke visie, voor daadkracht. En wij vinden dat er meer balans mag zijn in het gemeentebestuur. Samen met onze kandidaten willen wij samen met u de handen uit de mouwen steken en ervoor gaan. En u kunt op ons rekenen en wij rekenen op uw stem op 21 maart.